en welkom allemaal bij de beurs van Creative World in Frankfurt. We zijn nog steeds bij de We Are Memory Keepers booth. En hier is de Colorpour Resin. Dus de Colorpour kennen we al. Dat was de acrylverf waarmee je dan mooie Colorpours kan doen. Of dat pouring of acrylgieten of hoe je het ook maar noemen wilt. En daar hebben ze nu de resin aan toegevoegd. Dus dat is epoxy. Heel erg in natuurlijk op het moment om te doen. Dus het is spot on. Als je ook kijkt hoe mooi dit soort achtergronden zijn met glittertjes. Dus dit is zeg maar de Colorpour en daar zit nu een epoxy overheen. Dus dat is heel erg mooi. Maar wat ook heel tof is, is dat ze nu dus mallen hebben voor dat epoxy gieten. Waarmee je dus bijvoorbeeld armbanden en sieraden kunt maken. Dus het is helemaal al wat makkelijker gemaakt zonder dat je het helemaal uit hoeft te zoeken. Hebben ze dus van alles bij deze lijn uitgebracht. Sowieso is het natuurlijk de resin starter kit. Dus je hebt mixers voor je kleurtjes en bekertjes. De resin, dat is een tweedelig, waardoor die mooi hard wordt. En glittertjes en een mooi canvas om daar je Colorpour op te doen. Siliconen molds voor sieraden. Voor een bakje, een catch-it-all dish noemen ze het. Het is gewoon een klein schaaltje. Siliconen gummybears. Kun je je eigen gummybeertjes schieten. De armband, die ziet er dan zo uit. En dan krijg je deze als armband. Ze hebben een frame, 3D-shapes, onderzetters, zo'n diamantvorm. Dus dat is ook heel erg leuk. Deze, dit zijn al kant-en-klare pressed flowers. Die je dan op een onderzetter kunt doen. En waar je dan een resin onderzetter kunt doen. Dat is ook heel erg trendy op het moment. De sieraden, onderdelen die erbij horen voor bij de sieradenmolds. Kleurtjes om je epoxy te mixen. En natuurlijk ook goud, zilver, wit. En dit is een kleurtje die er niet in zit. Dus dat durf ik zo snel niet te zeggen. Maar in die epoxy kun je van alles doen. Dus ze hebben hier een heel assortiment aan glittertjes en sterretjes en hartjes en van alles en nog wat, zodat je deze effecten kunt krijgen in de Colorpour. Losse resin en hardener in een kleine verpakking en een grote verpakking. Hier is een grote set crushed gold, dus dat is ook super mooi. Een heat tool waardoor je het wat kunt verplaatsen en sneller kunt laten drogen. En dan is de rest van de collectie is allemaal nog de Colorpour. Dus dat is acrylgieten. Maar dat is natuurlijk heel mooi te gebruiken in combinatie met de resin.